Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Vorige week waren het de Amerikaanse techbedrijven die met cijfers zijn gekomen. Ik heb Microsoft en Google al uitvoerig behandeld in video's. En daar zagen we ook de koersen in die dagen na die cijfers omhoog gaan. Ook Apple en Amazon kwamen met goede cijfers. En ook daar zagen we de koersen van omhoog gaan. En dan blijft Meta nog over, oftewel Facebook. En daar zagen we juist de koers dalen de laatste week. En in deze video wil ik dan gaan kijken naar Facebook, oftewel Meta. Uh, hoe zagen die cijfers eruit? Is het terecht dat de koers van het aandeel gedaald is? En bij de huidige koers is het dan misschien wel een interessant aandeel om te gaan kopen voor de langere termijn. Nou, dat wil ik gaan bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. MUZIEK en voordat we gaan kijken naar die laatste kwartaalcijfers. Ik heb een positie in dit aandeel. Uh, ik heb zelfs vorige week, voordat die kwartaalcijfers bekend werden. nog vijf aandelen bijgekocht voor toen nog 182 dollar, geloof ik. Inmiddels heb ik nu zo'n uh, 50 aandelen van Meta, oftewel Facebook. Bijna 8000 euro waar. Maar tegelijkertijd sta ik ook bijna 27% in de min. Oftewel een verlies van bijna 3000 euro op deze positie. En het is dus een aandeel waar ik zelf al in geïnvesteerd heb, waar ik vorige week nog bij heb gekocht. Het is eigenlijk een aandeel dat ik al langere tijd volg, al langere tijd in bezit heb. Ik geloof er nog steeds in voor de laatste te langere termijn. Maar ik ben ook zeker daarom om die reden geïnteresseerd na de kwartaalcijfers. Dus laten we daar maar meteen naar gaan kijken. En dan hebben we het over de cijfers van het tweede kwartaal van 2022. Je kunt deze ook terugvinden trouwens deze presentatie op investor.fb.com. Gaan we meteen, uh, begint het eigenlijk met de advertising revenue. Ja, natuurlijk logisch. De meeste geld wordt bij Meta of Facebook verdiend... door de advertenties die ze tonen. We zien dat het het afgelopen kwartaal zo'n 28,15 miljard was. Iets minder dan in diezelfde periode vorig jaar. Dus het, de groei, ja, die zit er niet meer in. Uh, op dit moment in ieder geval, als we gaan kijken naar advertising inkomsten... 28,15. Gaan we een sheet verder, dan zien we het 28,82 er is dus iets meer omzet ook buiten advertising om. Denk bijvoorbeeld aan hun eigen uh, VR-brillen die Facebook verkoopt. Daar zit ook een klein beetje een gedeelte daarvan in. En hier zien we dan ook meteen de verdeling op geografisch gebied, zeg maar. Amerika en Canada is veruit steeds het grootste... met zo'n 13 miljard, gevolgd door Europa met 6,4. Asia-Pacific met bijna 6 en de rest van de wereld met 3,2. En wat hier wel opvalt is dat uh, vooral die kleinere gedeeltes toch wel steeds nog groei vertonen. De omzet uit die gebieden, die groeit nog steeds. Dat gaan we straks trouwens ook terugzien. Maar het is vaak zo dat um, naarmate mensen langer gebruikt worden, wordt er meer geadverteerd. Het zal uiteindelijk de omzet per gebruiker ook altijd toenemen. Nou, Amerika, Europa zijn daar vaak al vooruit op gelopen. En het zijn telkens die andere gebieden waar nog groei in zit, waar we dat ook zien toenemen. Kijken we naar de segmenten en dan de resultaten, dan zien we hier dus... Advertising 28,15 miljard, 218 miljoen aan Adder. Dan komt de Family of Apps. En de Family of Apps is eigenlijk wat zij noemen, bijvoorbeeld Facebook, Instagram, uh, volgens mij uh, WhatsApp, al die dingen samen. Dat vo vo ja, vormt de Family of Apps 28,4 miljard bijna aan omzet. Uh, reality Labs, daar zitten heel veel uh, kleinere dingen in. Volgens mij misschien daar ook wel die VR-brillen die hieronder vallen. Nou, uiteindelijk komen we op die 28,8 miljard. Van die omzet is uiteindelijk de operating income van die family apps 11,1 uh, miljard. De reality labs, daar zit bijvoorbeeld ook de Metaverse in, waar ze juist heel veel in geïnvesteerd. Maar er komt eigenlijk nog niet echt heel veel omzet uit. Oftewel, dat draait ze ook een verlies van 2,8 miljard afgelopen kwartaal. Dat zorgt ervoor dat ze. Uh, in totaal, dus een winst hebben vanuit operaties, vanuit activiteiten van 8,3 miljard en een marge daarbij van 29 procent. Dus wat we eigenlijk zien is dat niet alleen de omzet ten opzichte van vorig jaar een klein beetje is afgenomen, we zien ook dat de winst flink is afgenomen. En dat heeft natuurlijk te maken met de marge die daalt. Als het vorig jaar nog in een paar kwartalen iets boven de 40. Toen zakt het al vrij snel en nu juist in het laatste kwartaal zien we de marge zelfs onder de 30 uitkomen op 29%. Wat we wel trouwens teruglezen in de earnings call is bijvoorbeeld dat de omzet nu met 1% daalt. Maar ze zeggen ook, ook wij hebben last van die valutaverschillen die er zijn, de euro-dollar koers. Laat je dat buiten beschouwing, zou dat dan niet zijn geweest, dan was onze omzet bijvoorbeeld met 3% toegenomen in het laatste kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar dus. Uh, je ziet het heel veel bedrijven benoemen, omdat het vooral voor dit soort bedrijven, waar ook een groot gedeelte van de omzet in euro's komt, ja, dat is in principe nu uh, minder waard, omdat de dollar eigenlijk sterker is geworden. Dus het wordt heel erg benoemd, omdat het gewoon ook direct impact heeft op de omzet en dus ook zeker op de winst voor dit soort bedrijven. Die lagere marge heeft natuurlijk te maken met iets minder omzet, maar vooral ook met stijgende kosten. Gaan we daar hier naar kijken, dan zien we eigenlijk dat de cost of revenue wel weer een beetje is afgenomen. Research en development is juist toegenomen, is nu 30% van dat onderdeel is kosten. Marketing en sales 12% en general is 10%. Dus daar zien we af en toe al wat stijgingen of die gelijk blijven. En het is dus vooral zo dat Facebook of Meta vooral ook veel meer kosten heeft gemaakt. Heel veel mensen heeft aangenomen, ook dat lezen we terug in de earnings call. Uh, zo'n bijna 6000 mensen in het afgelopen kwartaal. Ze hebben in totaal nu zo'n 83.500 medewerkers. En ze geven daarin ook wel aan van, ja, die stijging die we nu hebben gezien, die gaan we niet meer doorzetten. Die stijging zal afvlakken. We gaan dus minder mensen aannemen. De kosten zullen daardoor ook minder snel stijgen. En wat wel belangrijk is te zeggen, we hebben heel veel juist geïnvesteerd in technisch personeel. Ik denk dat ze dat vooral nodig hebben, bijvoorbeeld voor hun AI-projecten. Uh, AI gebruiken ze ook, bijvoorbeeld, om de advertenties beter te maken. Ze hebben nog steeds nadeel van iOS uh, die met die scherpere regels kwam. Heeft natuurlijk iets wat op advertenties gebaseerd is, zoals Facebook Meta. Heeft daar heel veel last van. Nou, ze zeggen AI helpt ons daar wel bij om wat omzet terug te winnen. Op de lange termijn geloven we daarin. Maar ik denk ook zeker dat er volop in geïnvesteerd wordt in die metaverse, die uh, ja, Mark Zuckerberg gewoon heel graag ziet over een paar jaar. En dat, ja, dat moet nu gewoon heel veel technisch personeel wordt daarvoor aangetrokken om zoiets op te bouwen. Dus daar zien we ook. Ondanks dat het eigenlijk nu wat minder gaat... is het wel zo dat ze nog steeds geloven in die toekomst. En dat ze daarom ook daar nog heel veel geld aan uitgeven. Of eigenlijk is het gewoon eigenlijk een investering in de toekomst. Kijken we naar de winst. Nou, als de omzet een beetje afneemt en de kosten toenemen... de marge zal gaan dalen, betekent ook dat de winst dus afneemt. Net geen 6,7 miljard afgelopen kwartaal. Dat is wel een stuk minder dan de 10,4 miljard vorig jaar. Dus zeker, ja, we zien flinke afname. Maar ook al ja, gaan we kijken wat er gebeurt, het is nog steeds dus wel best wel een behoorlijk winstgevend bedrijf. Zeker als je beseft hoeveel miljard zij per kwartaal investeren juist in die toekomst, in die metaverse. Dus ondanks die grote uitgaven is het nog steeds best wel een winstgevend bedrijf. Alleen iets minder dan dat het, wat het vorig jaar bijvoorbeeld was. En die investeringen zien we dan hier ook terugkomen in de Capital Expenditures. Uh, afgelopen kwartaal was dat 7,7 miljard, vorig jaar was dat 4,7 miljard, oftewel de kosten zijn dus eigenlijk 3 miljard toegenomen. Kijk je year to date, uh, half jaar, twee kwartalen, dus vorig jaar was dat 9 miljard, nu is dat al 13,3 miljard. Dus er wordt gewoon heel veel uitgegeven wat dus ten koste gaat van de winst op dit moment. Maar het is natuurlijk wel zo, ze hopen dat het een investering is voor de toekomst, dat juist de omzet en de winst in de toekomst weer gaan stijgen. Dan komen we aan bij niet zoveel de cijfers van de omzet of de winst, maar juist het aantal dagelijkse gebruikers, het aantal maandelijkse gebruikers. Facebook is natuurlijk al heel groot, Instagram is heel groot, eigenlijk Meta is heel groot. Ze gaan richting de 3 miljard, dus het wordt ook heel lastig om daar steeds mensen aan toe te voegen, maar het is nog steeds gelukt. We zien het hier ook, de family daily active people, oftewel binnen al die apps die ze hebben, mensen die dagelijks actief zijn is nu 2,88 miljard, dus weer iets meer dan de 2,87 miljard vorig kwartaal, dus ondanks dat we richting die 3 miljard gaan, stijgt het nog steeds met dagelijkse gebruikers. Kijken we naar de maandelijkse gebruikers, ook daar zien we nog steeds een stijging en dat is inmiddels 3,65 miljard mensen die dus uh, één keer per maand in ieder geval gebruik maken van één van de apps van Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Gaan we kijken wat die uh, gebruikers gemiddeld opleveren. Nou, dan zien we wel daar een daling in. Zoals eerder al zei, um, de omzet neemt wat af, of tenminste het aantal gebruikers neemt toe, de omzet neemt een klein beetje af, dus de omzet per gebruiker neemt af. We zien het hier ook. Vorig jaar was dat 8,36 dollar per gebruiker, nu is dat 7,91 dollar per gebruiker. Heeft er ook wel mee te maken. Ze hebben dus wel meer advertenties getoond, maar de advertenties per, ja, per advertentie is het ook weer minder winstgevend geweest. 15% meer advertenties, maar de kosten per advertentie zijn met 14% omlaag gegaan. En misschien ook wel interessant om dan verder te kijken, niet zozeer naar Facebook specifiek, maar wel naar deze. Uh, het gaat ook wel over Facebook, maar dan een gemiddelde omzet per gebruiker. Dan zien we wereldwijd zien we het dalen naar 9,82 voor Facebook. Maar als we vooral gaan kijken, de daling zit een beetje in US, Canada en ook in Europa. Maar zoals ik eerder al zei, die andere um, geografische gebieden, daar zien we stijging van het aantal gebruikers, maar ook de omzet per gebruiker zien we stijgen. Bijvoorbeeld in Asia Pacific van 4,16 naar 4,54. In de rest van de wereld van naar 3,5 naar 3,35. Dus daar zit wel stijging. En ik denk ook dat daar nog steeds de meeste mensen nieuw kunnen worden toegevoegd aan het platform. Dus um, kijk ook vooral naar het verschil. Uh, Azië zit al wat iets hoger, zeg maar, rond de 4,5 dollar. Ten opzichte van de rest van de wereld 3,5 dollar, 3,30 dollar. Maar dat is stukken minder dan Europa met 15 dollar. En ook dat is weer stukken minder dan uh, Amerika en Canada met 50 dollar. Dus als alles een beetje toe gaat nemen, uiteindelijk en we meer richting die gemiddelde omzetten per gebruiker van Amerika gaan of van Europa, zal dat ook best wel een behoorlijke stijging betekenen van de omzet en dus de winst van Facebook of Meta. Wat we ook kunnen teruglezen is dat het, uh, het onderdeel van Reels dat dat steeds belangrijker wordt. Uh, 30% groeit ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. En dat op dit moment zitten ze op een, op een voortgang, zeg maar, dat Reels nu 1 miljard dollar. Per jaar opleveren. Nou, dat is niet zoveel als dat andere dingen uh, opleveren, omdat ze nog niet zo'n ja, effectief advertenties kunnen tonen. Uh, dat heeft dus ook te maken met de omzetdaling. Meer tijd wordt aan reels besteed, maar reels leveren op dit moment nog niet zoveel op. Maar als we daar gaan kijken, ze zeggen ook uh, ondanks dat het dus nu nog niet zoveel oplevert, is het een investering in de toekomst. En we zien wel dat het al sneller een miljard per jaar oplevert dan dat het bijvoorbeeld met Stories het geval was. En uiteindelijk wordt er in de kwartaalcijfers ook nog gesproken over de outlook, oftewel de verwachtingen van het bedrijf zelf voor het derde kwartaal. En daar is het, denk ik, ook vooral op dat we niet alleen nu niet echt een stijging zien in de omzet of de winst, maar dat eigenlijk de outlook ook niet heel goed is. Zelf geven ze aan van zo'n 26 tot 28,5 miljard in het komende kwartaal, terwijl analisten bijvoorbeeld uitgingen van 30,4 miljard. Dus dat wordt negatief ontvangen door beleggers en daardoor is juist de koers van het aandeel ook de laatste week zo'n 7, 8% onderuit gegaan. En wil je nou nog beginnen met beleggen, misschien in het aandeel Facebook of Meta of juist in een ander aandeel of een ETF... En ben je nog op zoek naar een broker? Kijk dan naar de Hero of naar Bugs. Maak gebruik van de link onder de video om een account te openen. Ik ontvang dan een kleine vergoeding en jij kunt gebruik maken van de acties die ze hebben van nieuwe klanten. Laten we nog even gaan kijken naar de cijfers van het bedrijf en dan ten eerste de checklist via Beleggertools. Beleggertools is een website die ik heb gemaakt die jou moet helpen bij het ontdekken van aandelen, het analyseren, het onderzoeken, maar zeker ook het waarderen. We zagen straks al de earnings calls. Nou, die informatie wordt binnenkort met de volgende update toegevoegd. Maar nou, we kunnen al velvast naar de checklist gaan kijken. Een checklist op basis van 12 punten. En hier zien we ook dat op alle 12 punten het groen scoort. Oftewel, het is eigenlijk beter dan wat we graag zouden willen zien. Een P.E. ratio op dit moment van onder de 13. De dividend, ja, dat hebben ze niet. Dividend keren ze niet uit. Ze kopen wel eigen aandelen op. Uh, de laatste vijf jaar is dat zo'n 3% van de uitstaande aandelen geweest. De laatste vijf jaar ging het nog wel goed met het bedrijf. Heel veel groei gezien: 190%. De winstgroei: 150%. Free cashflow: 123%. Maar ja, nu ziet het er dus iets anders uit. Dat is ook de reden dat we zo meteen even opnieuw een waardering gaan maken voor het aandeel. De netto-winst die ze hebben, die komt de laatste 12 maanden nog wel uit op 28%. Veel meer dan de 10% die we willen zien. En wat vooral heel interessant is aan Facebook of Meta is hun hele lage schuldenratio. Dat is misschien ook wel interessant in tijden zoals nu. Ze hebben misschien wat minder winst, maar als ze de schulden die ze hebben kunnen ze makkelijk afbetalen, dan hebben ze daar geen problemen meer van. Dus dat vormt geen probleem voor dit bedrijf. Ondanks dus dat ze iets minder winst maken, ze hebben genoeg geld achter de hand om eventueel al hun schulden af te betalen. Ze kunnen ook makkelijk dus die rente betalen. En een return on invested capital ook ver boven die 10%, namelijk 27%. Ook op de Altman-Z of de Piotrowski-score scoort het gewoon heel goed. Dus eigenlijk op alle punten gaat het best wel goed met het bedrijf als we gaan kijken naar de checklist. Alleen beleggers gaan er dus heel anders mee om. Die hebben meer emotie bij het aandeel. En dat zien we hier niet terug. Een checklist heeft geen emotie. Uh, het is dus vooral beleggers die emotie hebben. Het kan natuurlijk wel gegrond zijn dat beleggers al meer richting de toekomst kijken. Dat ze daarom slechtere resultaten verwachten, die slechtere outlook. En dat ze daarom dus niet zo geïnteresseerd zijn in het aandeel. Dat daarom ook de vraag afneemt en dus ook de koers daalt. Maar laten we daarom ook vooral gaan kijken en een waardering gaan maken voor dit aandeel. Wat is het bij de huidige koers? Is dat interessant om in te stappen? Daarvoor moeten we dus eigenlijk een verwachting gaan geven voor de toekomst van het bedrijf. Ik doe dat voor de komende vijf jaar. En dan zeg ik een omzetgroei van tussen de 5 en 11 procent per jaar voor die komende vijf jaar. Analisten gaan een beetje uit voor ongeveer rond de 8 procent. Um, we zien nu dat het een beetje afneemt. Maar waarschijnlijk zal het, denk ik, in de toekomst. Is in ieder geval mijn verwachting ook wel dat het wel zal gaan toenemen. Uh, de netto winstmarge. Nou, we zagen dat het vorig jaar in de laatste vijf jaar richting de 33, 34 procent ging. Ik denk niet dat ze dat voorlopig gaan halen. Ook juist omdat ze heel veel investeren. Dus daarom ga ik uit van 28, 30, 32. Hetzelfde ongeveer een beetje bij de Free Cashflow. Geplaatste aandelen, ze zullen wel een klein beetje op blijven kopen. Denk zeker bij deze lagere koers dat dat wel is. Maar ja, ze hebben nu iets minder winst, dus ze hebben ook iets minder de kans om het terug te kopen. 0,5 en 1%. Dividend hebben ze niet, zullen ze denk ik ook de komende jaren niet gaan doen. Dan komen we aan bij het gedeelte van de P.E. Multiple. Ehm... Um, was heel laag op dit moment. Maar ja, dat heeft ook te maken met de groeiverwachtingen voor de toekomst. En als we daar rekening mee gaan houden, zeg ik 15, 18 of 21 als PI multiple. Gewenst rendement van 12% per jaar. En na die periode doen ze nog 3% groeien per jaar. Klik ik op analyseer. Scrollen we naar beneden. En dan zien we dat huidige koers net iets onder de 160 dollar, dat eigenlijk in de base case of in de bull case het wel interessant is om te kopen als we uitgaan van die verwachtingen die we hebben, uh, 8% of 11% groei per jaar voor de komende 5 jaar met een gewenst rendement van 12% per jaar, dus dan zou, het, zou je toch je rendement kunnen halen als die verwachtingen uitkomen. We zien alleen dat in de bear case zou het inderdaad maar 5% groeien per jaar de komende tijd, de komende jaren. En is de PI multiple? blijft je een beetje hangen waar die nu zit? Ja, dan ziet het er niet naar uit per se dat het interessant is om in te stappen op dit moment. Maar dat is in ieder geval hoe ik kijk naar het aandeel. Ik heb natuurlijk al een positie. Ik zal hem nu niet zo heel snel uit gaan breiden of niet flink uit gaan breiden. Maar ik houd het wel zeker in de gaten. Natuurlijk jammer dat ik vorige week al die aandelen heb gekocht, want anders had ik ze zeker nu ook wel gekocht om toch af en toe deze positie uit te breiden, omdat ik er wel in geloof. Natuurlijk, ze zullen niet meer zo hard groeien als ze de laatste jaren hebben gedaan, maar ook als die groei dan niet is en ze weten de kosten onder ja, beperkt te houden, die groei beperkt te houden, is het wel gewoon een heel winstgevend bedrijf. Maar zoals gezegd, zo kijk ik er tegenaan. Laat vooral ook weten wat jij ervan denkt. Wat denk jij in deze cijfers? Wat denk jij van het aandeel voor de komende jaren? Laat dat weten in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou nogmaals bedanken voor het kijken. En hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.